De bedrijvencontactdagen hier van Limburg Zuid zijn gehouden op 13 en 14 oktober. Hier bij mij staat de projectleider van het hele gebeuren, van het MEC. Zou jij eens willen vertellen, hoeveel deelnemers zijn er eigenlijk dit jaar? We zitten dit jaar aan 220 standhouders. En als je kijkt, wat is dan een deelnemer? In principe zijn er bezoekers en er zijn er exposanten. Ik zou ze beide samen noemen participanten. Als je kijkt naar de exposanten, dan zijn het er 220. En we zitten op een 7900 aan inschrijvingen die bezoeker zijn voor deze beurs. En over hoeveel vierkante meter praat je dan? Ik praat hier voor de ruim 10.000 vierkante meter vloeroppervlakte. Hoe is het met bezoekersaantal dit jaar gegaan? Ja, prima. Je ziet heel duidelijk in tijden van crisis of als de economische wind een beetje tegenzit, dan zie je dat heel duidelijk de behoefte bestaat om met elkaar in contact te kunnen komen, om het netwerk aan te halen. Dus had je vorig jaar ruim 6.500 bezoekers, dit jaar bijna die 8.000 bezoekers. Dus dat maakt een ontzettende groei. Is er ook een bepaald item waar deze beurs aan is opgebouwd? Ja, we hebben een soort thema. We noemen het thema knock-out. Knock-out, mooi niet. Dat is eigenlijk het thema. Van, we zijn allemaal ondernemers, we hebben het zwaar. We proberen het hoofd boven water te houden. Van de ene partij is dat meer en van de andere partij weer iets minder. En het is eigenlijk daarop geënt van hoe kunnen we nu samen dat hoofd boven water houden. Dus er zijn ook heel veel partijen vanuit de publieke sector die verschillende activiteiten nu organiseren om dat bedrijfsleven kracht bij te zetten. En daar proberen we met name nu een beetje de nadruk op te kunnen leggen. Je zei, er zijn bepaalde activiteiten ontwikkeld. Wat is er dan allemaal gebeurd in deze dagen? Ja, we zijn gisteren begonnen met een grandioze opening. Heel goed bezocht met Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs van Nieuwkerk is natuurlijk bekend aan de trekker van de eerste klas. Met een heel goed netwerk van 500 bezoekers. Gedeeld door publieke sector en private sector. En met name de koppeling van die twee sectoren, denk ik dat een hele belangrijke is. Nu juist in een tijd dat we allemaal creatief met elkaar moeten samenwerken. Je zegt knock-out. Was dat ook het onderwerp van die opening? Ja, absoluut ja. En hoe moet ik me dat voorstellen? Wat voor onderwerpen werden er dan besproken? Nou, dan ga je dus eigenlijk kijken welke partijen zijn nu op dit moment activiteiten aan het ontplooien. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de provincie die daar een verhaal te vertellen heeft, dan zie je heel duidelijk dat zij dus bepaalde activiteiten nu neerzetten. Bijvoorbeeld naar voren halen van bepaalde aanbestedingstrajecten waar de MKB er weer profijt van kan hebben. En dat soort concrete voorbeelden, die hebben we gisteren proberen naar voren te halen. Goed bezochte beurs, zeg je. Kun je me eens vertellen wat er dan allemaal voor activiteiten plaatsvinden voordat je deze beurs zo hebt zoals je op dit moment eruit ziet? Waarschijnlijk is daar dit interview te kort voor. Maar we zitten met 5-6 mensen, zitten we hier in principe in 14 maanden van tevoren aan te bedenken, conceptmatig, hoe gaan we het opzetten. Dit jaar hebben we daar een behoorlijke slag in gemaakt. Kwaliteit van standbouw, kwaliteit van exposant is gestegen. De workshops die gegeven worden in samenwerking met MKB Limburg, Kamer van Koophandel Limburg, is ook weer een traject wat we hebben ingezet om de kwaliteit te kunnen waarborgen. En daarnaast natuurlijk de grandioze opening, dat je de goede mensen en de goede kwantiteit mensen wil binnenhalen. Hoe vaak wordt zo'n beurs nou eigenlijk georganiseerd? Dit is een jaarlijks evenement. Alleen maar voor Limburg Zuid? Nee, dit is ook Limburg Noord, is dit een heel duidelijk netwerk. Je ziet de regio's Limburg, Brabant, maar ook Friesland heel hecht qua bedrijfsleven aan elkaar aanzitten. Dus het leeft hier ontzettend. En je ziet zelf dat er eigenlijk tussen een straal van hier en 80 kilometer het haalbaar is om een tweede netwerkevenement op te zetten. En kun je dan zeggen dat dat eenzelfde genre bedrijf is wat je daar treft ten opzichte van hier in het zuiden? Nou, Limburg-Noord is wel heel duidelijk dat er een nadruk ligt op, zoals het in het Maastrichtse de financiële dienstverlening is, ligt daar de nadruk op het agrofood gebeuren en de logistieke sector wel heel sterk. Nou, dan dank ik je hartelijk voor dit interview. Graag gedaan. Ik sta hier bij twee kerstverse initiatiefnemers van het businesscollectief Steinbeek. Met jou maar te beginnen als voorzitter. Hoe zijn jullie tot dit initiatief gekomen? Nou, dat leefde eigenlijk al 2 jaar geleden.
En toen is het eigenlijk, doordat we te weinig tijd hadden voor de daarop liggende beurs, hadden we te weinig tijd. En we hebben het een jaar moeten uitstellen. Vorig jaar zijn we er eigenlijk al direct na de beurs mee begonnen, november, december. Het zag er aanvankelijk niet zo uit dat we alle gelederen konden sluiten. Er was nogal wat... Wat partijen die het er niet zo mee eens waren in het begin. Naderhand eigenlijk, toen we wat vaker bij elkaar waren geweest en wat vaker met elkaar gesproken hebben, is die negatieve klank een beetje weggegaan, eigenlijk redelijk snel weggegaan. Toen ook nog de beide gemeentes zich schaarden achter het initiatief met meneer Barske en meneer Kremers, toen was het ijs redelijk snel gebroken en hadden we de club redelijk snel ook bij elkaar en zijn de rest van de voorbereidingen begonnen vanaf dat moment. Lou, hoeveel deelnemers zijn er? Nou, we hebben in totaal nog meer dan 40 deelnemers op dit paviljoen. Het grootste paviljoen, dat is één. Allemaal Beekstein. We hebben een 20-tal stands, we hebben een 12-tal zuilen, we hebben nog wat plasmaschermen. Dus we hebben een groot aantal deelnemers hier rondlopen. En hebben jullie lang van tevoren de dingen moeten voorbereiden? Eigenlijk wel, doordat dit toch een compleet nieuwe standbouw is. De oude stands die we hadden zijn volledig, hebben een complete restyle gekregen. Het was nog even aftasten hoeveel deelnemers dat we zouden krijgen. En daarmee gepaard natuurlijk de begroting die we hadden. We hebben een behoorlijke begroting. En wat Lou net al zegt, we hebben het grootste paviljoen van de hele BKD. We hebben, heb ik net even uitgerekend, 6% van het totale oppervlak. We hebben 600 meter hier verdeeld over 41 deelnemers. Nou, en als ik dat afzet, niet helemaal eerlijk, tegen andere steden om ons heen in deze tijd, denk ik dat wij echt in Stijn en Beek goed bezig zijn. Om ook in een tijd dat het misschien wat slechter gaat in sommige gebieden, toch gewoon laten zien wie je bent en gewoon hier te staan en je zaak te vertegenwoordigen en daarmee ook je gemeentes te vertegenwoordigen. En hoe loopt het tot nu toe, de beurs? Hoe is het met bezoekers? Ja, we hebben een enorme aanloop. Ik denk dat iedereen wat de beurs bezoekt ook hier op dit paviljoen is geweest. Totaliteit, ja, het is wat kleiner, de BKD. Maar daarvoor is het wel wat meer charme, meer sfeer. Dus we hebben heel veel aanloop, heel veel bekende mensen uit Stijn, Beek. Heel veel kandidaat-ondernemers voor volgend jaar. Die ook zien van, hey, dat kan, daar ga ik ook over nadenken. Dus ik denk dat we volgend jaar in ieder geval niet kleiner worden, maar wel in ieder geval groter. En we willen gewoon goed uitpakken, we willen een goed imago neerzetten. En we willen goed verzorgd hebben. Het is een netwerkevenement. Dus het gaat erom dat je dus heel veel ruimte, en je ziet hier rondom je heen heel veel ruimte, waar mensen gewoon elkaar kunnen treffen. En dat is eigenlijk hetgeen wat we willen. Contacten leggen en contacten bouwen om verder dan samen een aantal zaken te kunnen oppakken. Dat is de bedoeling. Zijn er nog speciale activiteiten geweest in de afgelopen dagen? Gisteren natuurlijk de ondernemer van Beek. De Beekse ondernemer van het jaar is Geert-Jan Kastelein geworden. Hij heeft een hele mooie zaak neergezet in het centrum van Beek. Ik geloof iets van 1000 vierkante meter vloeroppervlak wat er maar heel eventjes is neergelegd. Schitterende zaak gewoon in het centrum van Beek. Een enorme publiekstrekker. En ik geloof er ook in, als u ziet hier de diversiteit aan bedrijven, wat er alleen al is tussen Beek en Stijn, de mensen die hier staan, dan kun je als kleinere gemeentes toch behoorlijk profileren op dit moment. En ik denk dat andere gemeentes daar toch wel een beetje afgunstig af en toe naar kijken. Pak ook die ondernemer nog even wat gisteren is uitgeroepen. Geert-Jan Kastelein en zijn vrouw José hebben ook nog een zaak in Roermond. Die schitterende zaak in Beek erbij. En ik denk echt dat het een juweeltje is om je op die manier te profileren hier. Profileren, hebben jullie ook een eigen huisstijl? Ja, we hebben een eigen huisstijl. En met dank aan Studio Jansen. Die heeft ontiegelijk veel moeite gedaan om het op korte termijn toch iets moois van te maken. www.businesscollectiefstijn.bcsb.nl. Daar staat alles op. Daar staan ook de foto's van de site op. Dat kun je alles zien. Nee, we hebben een eigen huisstijl, we hebben dus een eigen imago. Dat is heel belangrijk. En wat zijn nou de plannen voor de toekomst? Nou, ik heb al mensen gehoord die zeiden van ja, business collectief. Gaat dat nu niet verder dan alleen maar één keer per jaar hier staan? Ja, dan was voor mij meteen de wedervraag was meteen van nou, dan sluit je aan bij het bestuur of in ieder geval dan doe iets. Want dat is wel een behoorlijke druk geweest voor al die 7 mensen. 3 mensen van Stijn, ik zal de namen niet noemen, dat vergt wat veel tijd. Maar 3 mensen van Stijn, 3 mensen van Meek en Cindy van de Rabobank. We hebben echt met z'n allen daar behoorlijk veel tijd in zitten. Ga je dat initiatief nog verder uitbreiden, moet er gewoon hulp bij komen. Maar ik heb al stemmen gehoord vanavond die zeiden nou, een collectief van Stijn en Beek samen, dat is er niet. Maak een nieuw, iets nieuws waardoor zich de ondernemers ook meerdere keren per jaar kunnen ontmoeten. De ideeën zijn er en het is afwachten of er nog wat actie komt. Mochten er nou nieuwe deelnemers zijn voor volgend jaar, hoe gaat het dan met de stands? Want deze stands zijn nu jullie eigendom. Dan bereiden we uit, hè. Dat is gewoon een luxe probleem wat we hebben. En de MEC is groot genoeg om heel groot te worden, dus geen probleem. Nou, dan dank ik jullie hartelijk voor dit interview.